Yo mensen van Dagelijks Games, mijn naam is Tommy. Mijn naam is Jasper. En vandaag gaan we verder met de nieuwe Skywars. En we hebben een challenge van iemand binnengekregen en dat is namelijk... Ga zonder armor. Dus we hebben allebei Kit Chicken gekocht. Dat is gewoon makkelijk. Ja, zonder, 64 zonder armor vechten is best wel moeilijk. Trouwens, gooi al je armor van de wereld. Neem het wel gewoon in je inventory. Maar gooi het uiteindelijk van de wereld. Want dan kunnen enemies het niet pakken. Want onze kisten vol te laten zitten met full dia gear. Dat wauw, dit is echt kut. Ik heb full dia in een kist. Lekker voor je. Nou, ik gooi het allemaal weg. Ja, ik gooi het zo van de wereld. Weg, het is allemaal weg bij mij. Oh ja, in de kist zit nog een boom. Op de boom zit nog een kist. Doe ik. Ja, ik heb ook best wel goed diamond gear. Oké, ik heb geen boog. Jij? Ik wel. Fuck, ik had vol dia. Godverdomme. Lekker voor je. Oké, ik heb een stek eieren. Daarmee gaan we kills maken. Gewoon omdat het kan. Ik heb een boog, maar ik heb geen... hoe heet het? Ik heb geen... Waarom kan ik niet praten? Wat? Ik heb een boog, maar... Oh ja, ik heb geen pijlen. Mag ik je boog? Nee. Dude, ik heb pijlen. Ja, doe wil als ik. Als we dit pijlen. Willen winnen, dan moeten we samenwerken. Oké, okay, ging mij naar boog pijlen. Maken? Ik vroeg het, Jasper. Ja, ja ik vroeg eerst aan jou. Heb jij nog pijlen? Nee, ik zei als allereerst heb Schurneraar. Je een boog. Schurneraar ben jij gewoon, hè? Ja, toch. Fuck jou. Ik heb maar 4 pijlen, dus zo erg is het niet. Oké, okay, wacht, we mogen wel met zwaard vechten. Ik heb mijn zwaard weggegooid. Serieus? Ja, ik heb zojuist mijn zwaard weggegooid. Ik heb een axe voor je. Oké, okay, geef die zomaar op het andere eilandje. Trouwens, we kunnen het beste naar zo'n eilandje daar. Midden. Ja, maar wat hebben we in het midden? Wat kunnen we in het midden doen? Ah, hij gaat schieten met boog. Ik ga... Nou, we kunnen daar zeg maar van alle kanten kunnen we ze pakken. Weet je, dan kunnen we van iedere kant gooien. Ik heb dekking gezocht. Hoe kan ik dit allemaal missen? Bloep. Ik heb een kill. Serieus? Ja. Ik schoot met mijn eieren. Oh, wow. Ja, zo moeten we killen. Weet je, want we kunnen wel als fort gebruiken, maar dat winnen we hoogstwaarschijnlijk niet. Snap je? Weet je, want mensen, we kunnen wel 1v1 nu gaan, maar zonder armor is dat best wel lastig als iemand full diamond hebt en jij hebt niks. Jij hebt alleen gewoon een chill. Gewoon, je loopt chill zonder gear en zo. Je loopt gewoon zonder gear, lekker chill, lekker cool. Ik heb nu 2 pijlen, fuck ja. Yeah. Jasper, kom. Ik heb een trappetje gemaakt voor je. Oh, wat een trappetje. Kijk wel uit met dit stukje. Ik heb het een beetje veilig gemaakt voor jou. Dankjewel. Oké, loop hierop voorzichtig. Ik zeg of iemand schiet. Kan je, ik heb geen blokjes meer. Dit is echt een lastige challenge. Ja, toch? Ja, gewoon no gear. Ik hak wel anders wel even een boom, want ik heb voor de rest ook geen bouwblokken meer. Als het goed is, komt er nu iemand op ons af. Hou hem even in de... Jasper, mag ik heel even snel... geef me heel snel je blokjes, alsjeblieft. Hier. Dit zal een stak hebben, dat zal een stak hebben. Oké, hak die boom om en klim daarna omhoog op de boom. Oké. Ga je iemand doden? Ja, ik ga heel voorzichtig spelen, maar tegelijkertijd ook niet. Hak niet alles van het boom. Hoezo niet? Nou, anders despawnt hij zo. Oké. Op dit eilandje is Fitty. Heb jij een... Ik heb lava. Kom, we zetten lava op een... Kut! Weg, Tommy! Ah! Hij schiet met zijn boog. Woehoe! Moet ze... Oh, ik heb het 1,5 hartje. Kom, nee. Kom, we gaan... Ja, kom. Je moet opletten als ze komen. Ja, want dan kunnen we ze eraf gooien. Ja. Dit is echt moeilijk! Jasper, heb je eten? Oh, wacht, ik heb zelf eten. Kut, au, ja, bijna dood. Damage. Bijna dood. Heb jij een gun, Apple? Pak hem. Hey, joh, motherfucker! Niet doen, niet verspillen. We moeten ze laten lopen op de brug en daarna gooien ze eraf. Niet doen! Je verspilt al je eieren! Vanaf waar moeten we wachten en we moeten ze vanaf hier gaan hitten zo, als ze lopen.
Hallo. Oh shit. Hij gaat het doen hoor. 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 Hij gaat. Tommy, fuck jou. Ah, iemand pakt ons van achter. Yes, ik ben ren. Nee, nee, ik heb jou. Dude, ik probeerde die. Ik probeerde die achter je te hitten. Dat moet je niet doen. Dude. Door jou ben ik doodgegaan, hè? Dat weet je. Ja, nee, jij werd gewoon gehit door hem. Nee, door jou ben ik doodgegaan. Als jij niet bestond, ja. Als jij nooit gegooid, was ik misschien 2 seconden langer leven. Dude, helemaal niet. Wat je geeft niet mij de schuld en daardoor word ik weer afgeleid. Je ging gewoon dood omdat je te lang bleef. Ik heb 2 kills gemaakt na 1 seconde, terwijl jij... Geen ruzie, we gaan gewoon verder, we gaan die challenge opnieuw doen, oké? Ja. Ik moest het riskeren. Riskeren. Beter 1 dood dan 2 dood, toch? Want ik hitte je er niet eens af. Nu zijn er 2 dood. Ja, maar ik had die laatste kunnen pakken, maar mijn eieren, die, zeg maar, ik had per ongeluk mijn eieren gestopt met stekken, oké? Een makkelijke map moeten we even kiezen. Crafty, crafty, go, go, go. Daar zit ik niet in. Oh, jawel. Wat, ik niet. Oké, spam. In-game, ja. Jammer. Oké, ik ben geliefd. Oh, dat was echt een moeilijke challenge. Maar hé, ik hield het uit tot er 2 personen left waren. Echt? Ja. Had hij gewonnen? Nee, hij had gewonnen, ja. Kijk, weet je, ik schoot op die achter jou, maar ik raakte jou. Maar ik had die achter jou had ik nog wel gekilled. Toen kwam die laatste, maar omdat ik in het begin mijn eieren niet meer gestekt had, had ik zeg maar, mijn eieren waren op in mijn hand. Dus moest ik naar mijn andere scrollen. Toen was ik te laat, anders had ik die kill. Wacht even, ik heb opeens keivel lag. Ik weet niet wat het is. Opeens keihard of spike lag. Lag spike, niet spike lag. Ik kan niks meer doen. Niks. Hallo? What the fuck? Ben ik bij jou de server geliefd? Ja. Oké, wacht even hoor, kom er weer aan. Is goed. Even kijken welke lobby ik zat. Ik zit nog steeds in lobby 1. Is wel op, hè? Ja, Minecraft crasht, alles. Oh, die challenge is echt moeilijk. En ik wil hem gewoon winnen, dus dit kan meerdere afleveringen gaan duren als we niet winnen. Ik wil gewoon 1 keer dat we hem gaan winnen. We hebben speciaal een kit ervoor gekocht. Echt, hè? Dus we gaan gewoon winnen. Oh. Ik ga die parcours 1 keer doen. Daar ben ik al mee bezig. Echt? Hoe ver ben je? Bij de... Oh nee, ik was net op de eerste ballon. Oké, waar ben je, Jasper? Nee, ik ben nog niet klaar. Wat? Ik krijg opeens lag spikes. Opeens. Wow. Oké. Minecraft, doe normaal. Heb ik nooit. En zie je hier zo... Wacht even kijken. Music boven? Music, go, go, go. Kut. Ik zit erin. Godver! Jij start te laat met spammen. Oké, ga weer. Probeer weer. Dit is echt gay. Zeg je, oh ja, in-game. Oh, ja, nu heb sorry hoor, maar ik zeg music, dan zeg je music, dan begin je 4 seconden. Nee, jij zegt music, ja? Ik zeg oké, en dan spam je niet op music. Dan wacht dat deed ik wel, maar dan word ik een beetje laat. Ja, je moet meteen spammen gewoon. Als je een map zegt, dan spammen we die. Behalve als het iets van een stomme map of zo is. Oké. Wacht. Oh ja, wacht. Ja. Oké, een map waar met minder mensen zitten. Links zijn veel mappen. Linksonder Savanne. Go, go, go. Ik zit erin. Ja, ik ook. Zitten we naast elkaar? Nee, ik denk het niet. Nee, we're fucked. Nee hoor, we kunnen hem wel. Tuurlijk we niet. Kunnen hem eraf. Ja, we moeten. Wacht, dan moeten we hem eraf gooien. Ja. Dat is lastig. Gewoon proberen. Je kan ook gewoon met hem proberen niet met te die R praten. Het is niet iets wat je aangeboren is of zo. Het is gewoon echt niet grappig. Nee, tuurlijk niet. Ik krijg schrijf een grapje in de chat. Met een hoofdletter G en een hoofdletter R. Zo van grrr. Ik haat jou, grrr. Oh, diamond chestplate! Dat is zo nice, Dreken. Oh, wacht, ik moet hem niet aan doen. Ik heb een diamond broek. En een stuf. Het spijt me, chestplate. Al mijn armor is bij mij weg. Bij mij ook. Jasper, bouw vast naar die gozer toe. Ja, ik ga het proberen. Als die trouwens naar jou toe komt, dan moet je van de zijkant staan en hem eraf hitten. Hij heeft bijna full gear. Tommy! Zorg dat hij naar mij toe bouwt. Bouw niet. Hij bouwt... Wacht, ik zeg als hij naar mij toe bouwt, ja?
Niet. Nice. Kut, nee! Nee! Boom. Nee! Jasper, nee! Ga jou spectaten. Nu kan ik niks. Ik heb geen blokjes. Tommy de houthakker. Zeg af als er iemand gewoon bouwt naar iets. Naar ergens wat in de buurt zit. Daar kan ik hem namelijk eraf hitten. Nog 8 players. Oh ja, top 8. Ik zat in de top 2. Tommy is een houthakker. I hate this skill. Zitten teamers bij? You just lost the game, Tommy. En hun mogen wel armor gebruiken, godverdomme. En hij schiet op jou, godverdomme. En hij raakt jou, godverdomme. En hij schiet jou nog een keer, godverdomme. En hij niet raakt... zo schelden! In één zin zeg je 3 keer 1 scheldwoord. Niet doen. Wel hetzelfde scheldwoord. Dus ik ja, maar dat maakt niet uit. Sommige mensen is dat anders dan anderen. Ik ben gewoon geband. Ik ga jou eraf puntje in. Kijk uit, hij schiet. Je bent... Oeh, je had daar echt geluk mee. Daar had je echt geluk mee. Kijk uit, hij schiet. Bijna. Ja, hij heeft geschoten. Je bent bijna dood. Mout! 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 Alles waar jij op lette. Mout! Dat is ook het belangrijkste, hoor. Mout! Mout! Wat probeer je? Naar de andere kant! Hij beschiet jou. Je bent pretty fucked. Oh! Oh, Tommy, fix deze. Oh ja. Even kijken hoor. Oh ja. Ah! Ah! Rennen, Tommy. Maak een touwtje zo. Ik ga hier ook weg. Hack anti-knockback. Wie? Nee. Nee! Oh! Ik was aan het typen! Ik was aan het typen! En dat zei hij niet eens. Jawel. Nee, dat zei hij niet. Dat zeiden die players niet. Nee, niet jij. Zie je? Hij zei nee, niet jij. Don is echt gay. Hey, Tommy. Tommy, kom we gaan. Kom. Kom we gaan naar Pachitone. Ja. Hallo? Oké, dat wordt dus in mijn eentje commentary, omdat... Hey! Wat? Wat? The fuck? Waarom zeg ik wat? Ja? Hoi. Deze chat, Tommy. Wow. Holy shit. Jasper, je moet wat zeggen en dan zegt hij kontrot. Oh. Maar waarom zeg je Don is gay? We gaan Mystic, linksonder. Waarom zei je dat? Spoilers. What the fuck? Oké, Tommy. Ik kan naar zijn eiland springen als ik wil. Letterlijk. Lol, doe dat meteen. Jawel, hoe moet ik van hem binnen? Hij slaat hem er meteen af. Met mijn soort zeker. Chicken. Als je een L bent. Ja. Jij ook, ja. Oh. Oké, dit wordt moeilijk om hem te gaan killen zo. Ik heb een boog. Oké, nice. Verspil je pijlen niet, hè. Gebruik je pijlen alleen voor mensen die heel loos zijn. Die heel weinig gear hebben. Waarom altijd in dit soort challenges, als ik geen gear mag, in dat soort, zeg maar. Dat je iets niet mag, krijg je iets wat je wilt. Jasper, kom. Ga naar hem toe. Gear net weggegooid. Wacht, ik heb fucking veel pijlen. Kijk. Wacht, ik ga... Hit hem even naar je toe. Kom, kill hem. Wacht even. Kill hem, go. Wacht. Oeh, viel bijna af. Ga je nou in je eentje killen? Oh! Get owned! Shit, er komt iemand met full DI naar me toe. Kom. Kijk. Kijk mij komen, Tommy. Kijk mij komen. Oh, nog een kill! Tommy, lekker, Tommy! Hij komt echt met full DI gear naar mij toe rennen.
Ik gooi zo gewoon wat eieren, boomkill. Nice, dit kunnen we nog wel eens winnen. Jij hebt nog al je eieren. Ik heb nog al mijn eieren, ja. En een boog met power 1. Nice. Oh, shit. Ik heb geen zwaard. Ik heb een diamond sword voor je. Oh ja, thanks. Jasper, kan je me even helpen dan? Hallo? Jasper! Jasper! Dankjewel. Oké, we moeten heel vies kills gaan maken. Mensen gaan echt raidjes die dit eigenlijk nu gewoon aan het spelen zijn. Hè? Gewoon ja. 1-1 willen, dan worden ze er met eieren afgegooid. Oké, ik let op. Kijk uit, iemand beschiet je. Wil je beschieten? Oké, kom, we pakken. We pakken hem, Tommy. Ik wil het doen. Hij heeft anti-knockback, hit hem! Hij heeft fucking anti-knockback. Oké, we hebben iemand gekild met anti-knockback, lol. Zonder... Report hem allemaal, iedereen die het zag. Report hem. Oké, we gaan naar de volgende. Go. Oh, ik heb een flint en steel. Ik heb een stack. Wat? Kijk uit. Ja, ik heb een stack hout. Go, loop. Jij hebt de dingen, hè. Jij hebt de... Wow, dus jij kan ze makkelijk killen. Hoeveel pijlen heb je? Ja, kijk, ik ga hem gewoon beschieten vanaf hier. Hij is 2 hits! In de deathmatch mogen we ook geen keren, hè. Dus dan wordt het eieren gevecht. Personen. Dan wordt het eieren gooien. Ik moet weer... Fuck, hij had een diamond chestplate. Mag ik weer niet gebruiken, hè? Die. Er zit één iemand in het midden. Die heeft... ik weet niet of je die wil zien. Fuck. Heeft hij vol diamond? Ja. Nou, en we hitten hem er gewoon af. Probeer. Dit is die easy shit. Hey. Ik heb een dekel aan. Ja, hij heeft echt full dia. Shit. Moeten nog wel maar... eens lastig. We hoeven nog maar 2 personen te killen. Oh, daar, boven. Doe die pro shot. Waar is hij? Kut. Ja, daarachter zit hij een kist te pakken. Daar. Huh. Ja, ook anti-knockback. What the fuck? Ja, dit hebben we verloren, Jasper. Weet je, hoe moeten we hem nu gaan killen dan? Moeten we zeker met lava gaan doen. Oké, ik vind, als we die laatste daar hebben gekild, dan mogen we die anti-knockback maar pakken. Nee, die mogen we pakken met gear. Dus hou al het gear wat je krijgt over. Ik heb net alles weggegooid. Kom, we pakken hem, die ander. Oké, vind ik ook, hoor. Ja, dat is, als we weet je, dan hebben we maar geen gear. Maar ja, dit is zo oneerlijk. Oké, we pakken deze en dan zijn we klaar met het potje eigenlijk. Nee, Jasper! Tommy! Kijk je niet of zo? Nee, ik was zouden kijken als we bouwden. Dat is gewoon onze standaard regel. Niet had hij nog weg, ga niet op hem, kill die ander, dan heb je gewonnen. Ik kan ook gewoon deze blijven killen. Je kan hem niet aan. Zo niet? Je kan hem niet aan. Hij heeft je in 3 hits dood of zo. Hij heeft full dia, je moet die andere killen. Die laatste en je hebt gewonnen. Ja. Ga nou niet proberen. Probeer die ander te killen als je wil winnen. Als je nu terugloopt, kan je naar die ander. Je hebt hem! Hij viel gewoon! Kom, Jasper, snel! Je kan dit echt gewoon winnen! Alsjeblieft, let op, please. Oh, nee. Je kan via de andere kant kan je komen. Je kan via de andere kant komen. Welke andere kant? Ja, gewoon andere kant. Je hebt maar toch 2 kanten. Oké. Via de andere kant. Of gewoon via het midden, maar maak geen domme faal, alsjeblieft. Speel heel voorzichtig. No gear challenge completed misschien wel. Door Jasper, ja. Nou ja, ik heb de meeste kills. Hey, don't hate. Ik heb die ene met de boog gekild. En ik had lag. Kwam omdat hij eraf viel door lag. Hij viel er gewoon ineens random af. Ik doe die ene met de boog. Die ik in 2 hits dood had. Ja, dat zag ik. Ze staat in het midden. Ik ga ervan uit dat zij is een meisjeskind. Waar ben je, Jasper? Loop. Komt ze naar me toe? Nee, loop. Hit er met boog. Ga verder. Ga dichterbij, naar... Nog 1 eilandje? Dit eilandje. Oké. Nee, niet zo. Niet al je eieren verspillen. Doen. Wachten, je moet daar totdat ze op het midden van het bruggetje is. Dan ga je beginnen met gooien. Kut. Zeg als ze er komt. Wachten. Ze eten nu een gouden appel. Ik denk dat ze gaat komen. Nu! Go! Hit er! Ja! Ja! Lekker, Jasper! Lekker! Ja! Challenge completed! No gear! Gear! Challenge!
challenge completed. Wauw. No gear. Woo. No gear challenge completed. Echt? Gewoon twee. Je moet dan schamen. Dit. De mensen die in dit potje zitten moeten zich schamen. Hoe kunnen ze nou weer verliezen van een teamer waarvan ze allebei geen gear aan hebben? Die met full diamond. Die had ons in 2-3 hits dood allebei. Ja. We konden niks damage op hem. Wat is dit? Hoe Cubecraft mensen leer spelen. Wat? Dat was ook echt gewoon zo van... Ze zag dat je heel veel eieren had. En ze loopt ook echt gewoon nog naar dat bruggetje zo van... Yo, ik zie dat die ken, maar ik ga het toch maar proberen. YOLO. Hey, ik had geen gear, hè? Wat wil zij doen? Oké, okay, daarom. Maar mensen, ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. No gear challenge completed. Maar ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Dus je laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Wil jullie meer? Abonneer dan en tot de volgende keer. Laters.